Nou ja, als je gaat kijken de tijd die er tussen heeft gezeten, dan heeft hij wel een punt. Ja? Ja, de feiten liegen niet, toch? Ben je daarmee eens, Ruud? Als je 18 jaar op een titel moet wachten, en het is maar de vraag hoe lang er nu weer gewacht moet gaan worden. En voor 99 was het de 93, zat er 6 jaar tussen. En daar staat, als ik het goed zeg, 9 jaar tussen. Ja, dan kan je niet zeggen dat je structureel meedoet om de titel. Dat was het maar waar. Maar dat is dus heel moeilijk, hè? Daar krijg je Jaap Stam ook straks mee te maken. De verwachtingen zijn torenhoog, maar de middelen beperkt. Moet je dan als club naar buiten brengen van, ja jongens, we gaan niet voor de titel. Misschien niet eens voor een tweede plaats, maar misschien wel de derde plaats, bijvoorbeeld? Is dat dan een idee? Ja, dat ga je natuurlijk nooit zeggen. Ja, dat ga je nooit zeggen, maar misschien moet je dat ja, wel. Ja, kijk, voor een club, stel dat Vitesse zegt we gaan voor de derde plaats, dat is heel logisch. Maar Feyenoord kan niet zeggen we gaan voor de derde plaats. Dat zou toch heel raar zijn, heel onnatuurlijk. Maar wel realistisch. Nee, maar als je toch gaat kijken naar de begrotingen. En de selectie, dan is dat toch niet zo. Nee, dat is, maar ik begrijp sowieso niet waarom er gezegd wordt, moet worden waar je voor gaat. Om mensen af te kunnen rekenen. Ja, dat is het. Maar dat hebben ze bij Van Bronckhorst niet gedaan. En terecht overigens, want deze man heeft gewoon terecht zijn contract uitgediend. Maar Feyenoord's instelling is iedere vrijdag op de persconferentie wordt gezegd, aanstaande zondag willen we winnen. Dat zeggen ze 34 keer. Ze proberen gewoon 34 keer te winnen. En dan moet je maar zien waar je dan staat. Maar om te zeggen, we gaan voor de titel, terwijl dat niet reëel is. Ja. Ja, maar Pierre, het is toch heel gezond om een doelstelling uit te spreken als club, lijkt mij. Nee, ja, oké. Okay. Maar hoe realiseerbaar is die? Ja. Ik bedoel, als je één keer in de 18 jaar kampioen wordt. Ja. Maar ja, dan moet je dus een ander doel stellen. En zo vaak mogelijk winnen. Dat moet de doelstelling zijn. Ja, oké. Okay. Dat zou de doelstelling zijn. Er is toch voor mij ook nog wel afgelopen jaren gezegd van zolang mogelijk in de race zijn. Voor de titel. Ja, dat is wat anders, hè? Zo lang mogelijk in de race zijn. Nee, oké, maar dat vind ik. Dat voelt toch wat beter aan en wat realiseerbaarder dan wanneer dat je zegt je moet voor de titel gaan. Ja, en wat ambitieuzer dan, we gaan voor de derde plaats. Precies. Maar het is niet heel smart, want ik vind een doel stellen, ja, dat moet wel heel duidelijk zijn natuurlijk. Vandaag gaan we naartoe werken en zo lang mogelijk meedoen om de titel, dan zeg je eigenlijk, we maken geen kans, maar we doen wel even mee. Maar als je nu eens geen doelstelling afgeeft voor het komende seizoen, wat is dan het probleem? Ja, dat ben ik helemaal mee eens. Gewoon iedere zondag proberen te winnen, punt.